De 19-jarige Enzo Cornelissen speelt als verdediger bij Vitesse en komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn vader, Tim Cornelissen, is de jeugdtrainer bij Vitesse en speelde vroeger net als zoon Enzo in het eerste elftal. De grootste gelijkenis die ik altijd heb met mijn pa is de actiefoto's, vind ik altijd. We kijken allebei nooit echt heel mooi op die actiefoto's. Ja, dat klopt. Af en toe denk ik van, ze hadden ze beter niet kunnen nemen. Ja, Enzo Cornelissen is hier samen met onze eigen sportverslaggever en Vitesse-watcher Sander Maassen van de Brink. Heren, allebei hartelijk welkom. We kijken nog heel even terug naar die wedstrijd die jullie de toegangskaart heeft gegeven naar Europa. Naar Europa, dat zien we hier op de achtergrond. Mooi om even terug te zien, Enzo. Ja, zeker. Ja? Genieten. En lig je al nachten wakker dat je aan de wedstrijd ligt te denken tegen Tottenham Hotspur? Nee hoor, dat niet. Nee? Eerst nog wat wedstrijden in de competitie en andere wedstrijden in de Europa Conference League. En Tottenham komt vanzelf wel. Maar dit was een verrassende overwinning, dit, hè? Ja. Ja, we deden het uit. We hebben natuurlijk een prima resultaat neergezet. Maar Anderlecht was wel over twee wedstrijden de favoriet. En mooi dat we hem over de streep trokken. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Sander? Wat vond jij het een verrassende uitslag? Ja, het is een knappe prestatie, wat Enzo ook al zegt. Anderlecht is de favoriet. Jarenlang gewoon een grote topclub geweest in België. Vitesse, met alle respect, subtop in de Eredivisie. Ja, dus wat dat betreft was het misschien niet de verwachting dat Vitesse dit zou winnen. Maar Anderlecht was ook al wat minder geworden de laatste jaren. Nu ook wat matiger gestart in de competitie. Zeg niet dat deze prestatie van Vitesse blijft natuurlijk gewoon een uitstekende prestatie. Maar ja, ze hebben op het juiste moment toegeslagen, denk ik. Ja, en zo jij zit voor het tweede jaar nu bij Vitesse. En dan ga je nu al Europa in. Hoe is dat voor jou? Een jongensdroom die uitkomt? Ja, wat je zegt. Het is allemaal snel gegaan. Vorig seizoen wel een heel goed historisch seizoen gedraaid. KNVB-bekerfinale en nu Europa in. Dus ik ben benieuwd wat me nog meer staat te wachten. Ja, dan sta je straks tegenover spits Harry Kane. Ja. Is dat een held voor je? Nee. Nee? Nee. Niemand. Eerst maar zien of ik wel ga spelen. Maar nee, Harry Kane is geen held voor mij. Maar is dat nog een vraag dan, of jij gaat spelen? Die wedstrijd? Ja. Ja? Ja, want Bazour speelt ook gewoon nog bij Vitesse. Mm-hmm. Dus zien het wel. Oké. Okay. Nou, in ieder geval iets heel moois natuurlijk. Je hebt je natuurlijk dat je Europa ingaat, maar daarnaast ook nog eens een keer in de Eredivisie speelt. Lijkt me een flinke kluif voor je. Dat je op twee plekken goed moet presteren. Meerdere wedstrijden speel je natuurlijk, maar dat moet geen probleem zijn. Ik bedoel, we zijn niet voor niets topsporters, dus drie wedstrijden, twee wedstrijden in de week, dat moet geen probleem zijn. Wat kun je kort vertellen hoe jouw week er dan uitziet? Ja, vooral trainen. En dan trainen naar een wedstrijd toe. En dan herstellen. En dan heb je bijna alweer de volgende wedstrijd. Dus ja, het is een drukke week, maar wel leuke weken. Ja, er is ook nog wel ruimte voor lol. Ja, tuurlijk. Lol is belangrijk. Het brengt de teamspirit omhoog. En hoe meer plezier je hebt, hoe beter de teamgeest ook is. Ja, hoe is de team spirit bij jullie? Ja, ik moet zeggen, die zit goed. Ook al zijn we niet heel goed begonnen aan de competitie. Waar ligt dat aan, denk je? Ja, dat heeft verschillende factoren. Ook ik zeg wel net wel van dat het geen probleem moet zijn, die dubbele wedstrijden. Maar ja, misschien toch naar Anderlecht. Weet je, dat euforisch gevoel wat je dan hebt. En dan tegen Ajax, een beetje moeie benen. Ja, daar word je gewoon flink afgestraft. Dus het is ook wat dat betreft een kwestie van conditie en En ook of je in de flow blijft zitten. Want als je eenmaal in een goede flow zit, dan blijf je er ook wel in. Maar dat moet je dan toch juist een goede flow geven als je dan zo'n club als Anderlecht Ja, zou je zeggen van wel, maar blijkbaar niet. Nee, ja, maar dat is moeilijk aan voetbal natuurlijk. Dat je het ook niet kan regisseren en op een papiertje kan schrijven. Want hoe kijk jij er tegenaan, Sander? Ja, dat is natuurlijk één ding. Wat Enzo zegt, je hebt wel een flow. Maar Vitesse, wat ik net ook al zei, is geen topclub. Het is subtop in Nederland. En je hebt niet even de kansen en de kwaliteiten om zeg maar eens 4-5 spelers te wisselen bij Vitesse na een goede prestatie tegen Anderlecht. Om dan te zeggen, nou, we gaan het dus even met een paar jongens doen die vorige week nog op de bank hebben gezeten.
Dat kan Ajax prima doen, want die hebben evenveel kwaliteit op de bank zitten. Ook een speler van 30 miljoen kunnen ze er nog in brengen. Ja, Vitesse heeft die kwaliteiten niet op de bank zitten. En met alle respect ook voor Enzo natuurlijk, maar is nog een jonge jongen. Heeft nog weinig ervaring op het hoogste niveau. Moet natuurlijk ook zijn ervaring nog krijgen. Gedoemd om te mislukken, zeg je eigenlijk? Nee. Het is gewoon een verschil. Ja, het is gewoon een verschil in hoeveel geld je hebt. En dat heeft Vitesse natuurlijk minder dan een club als Ajax of een club als Anderlecht. Die kunnen dus wel 3 keer pieken in een week en zorgen dat ze 3 keer winnen. En Vitesse heeft ervoor gekozen, met terecht en terecht, want je krijgt gewoon 3 miljoen startgeld voor die Conference League. Om te pieken tegen Anderlecht. Maar ja, dat betekent niet dat je dan een zondag daarna ook maar weer even tegen Ajax op je best kan zijn. Of tegen Willem II. Dus dan is het des te knapper dat het ze lukt. En des te knapper van jou en zo. Want je zegt wel van je moet vooral veel pieken, heel veel trainen. Maar hoe ziet dan jouw oplaadmoment eruit? Waar laat jij echt van op? Ja, voor mij is een wedstrijd spelen op zich. Daar kan ik al genoeg motivatie en energie uithalen. Maar je doet wel iets wat ontspannen is, toch, hoop ik? Nee, ik doe niks speciaals. Nee? Geen Netflix? Nee, gewoon een beetje muziek luisteren. Een beetje wachten tot ik het veld op mag. Ja, ik wil heel even nog naar jouw vader, want die heeft natuurlijk ook Tim Cornelissen bij Vitesse gevoetbald. Gaat het dan bij jullie thuis echt alleen maar over voetbal? Nou, wel veel, ja. dat ontwijk je natuurlijk niet, maar we praten ook over andere dingen. Maar is dat juist een prettige bijkomstigheid, zodat hij ook tips kan geven? Of word je er wel eens moe van? Nee, ik word er niet moe van. Ja, het is altijd fijn om tips te krijgen. Dus nee, ik zie geen nadelen. Wat is de mooiste tip die je van hem hebt gekregen? Waar je echt wat mee kan? Of moet hij nog komen? Dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Sander, heel even naar de andere clubs. Hè? Namelijk NEC en de Graafschap. Wat verwacht je daarvan komend seizoen? Nou, NEC is goed begonnen. Ze staan nog boven Vitesse op dit moment. Nou, als ik naar Enzo kijk, blijft waarschijnlijk niet zo, hè? Dat hoop ik niet. Doen wij iets niet goed. Nee, normaal gesproken zou Vitesse natuurlijk boven NEC moeten eindigen. Maar NEC heeft goede spelers gehaald. Goed begonnen aan de competitie. Dus ja, we gaan kijken hoe ver die gaan komen. Daar is de doelstelling handhaving. Nou ja, met 2 winstpotjes uit 3 wedstrijden zijn ze aardig op weg. Ja, en de Graafschap begon heel erg beroerd met een thuisnederlaag tegen Rode JC, 3-0. En iedereen, inclusief ik, dacht, wat gebeurt hier? Want de voorbereiding zag er echt wel gewoon goed uit. En daarna hebben ze 3 wedstrijden op rij heel knap gewonnen. Onder andere van degradant Emmen en van concurrent NAC ruim gewonnen. Zonder veel problemen. Dus het ziet er wel goed uit bij die andere clubs ook. Nou, dat is hartstikke goed. Dat willen we graag horen. Hey, waar kijk je het meest naar uit het komend voetbalseizoen? Ik denk dat we 21 oktober, denk ik. Enzo en ik hetzelfde hebben, inderdaad. Ja, de mooie Europese wedstrijden. En dan inderdaad met name Tottenham, denk ik. Grote Engelse club. Misschien ja, de thuiswedstrijd, hè? Dus mensen kunnen er ook nog naartoe. Want volgens mij start de kaartverkoop. Weet jij dat, wanneer dat begint, Enzo? Nou, dan volgens mij is die al begonnen. Die is al begonnen zelfs. Ja. Dus nou ja, daar kijken we met z'n allen naar uit. 21 oktober tegen Tottenham Hotspur Vitesse. Ik wens jullie een heel mooi voetbalseizoen. Dankjewel.